Dan gaan we naar de heer Vomans van de fractie van de VVD. Nee. Het is geen handel, meneer Vomans, helaas. Ja, het is heel bijzonder. Meneer Vomans, ga uw gang. De tijd loopt. Voorzitter, dank u. Dan ga ik heel langzaam praten, want het is erg kort. Ik moet ook een beetje pragmatisch zijn als eenmansfractie. En tijdens de commissievergaderingen... Tijdens de commissievergadering waar het kasteel aan de orde kwam, hebben de lokale realisten en de D66 zoveel punten genoemd waar wij ons in kunnen vinden. Dat ik gewoon het stokje, zonder dat eigenlijk de realisten dit eigenlijk van tevoren wisten, maar dat stokje geef ik gewoon aan de realisten, want ik ga ervan uit dat hetzelfde verhaal zal zijn als wat ze gesproken hebben in de commissievergadering. De realisten hebben ook een amendement voorbereid en die zullen wij ook gaan steunen. Het kasteel, ik wil één kleine boodschap meegeven, voorzitter. Het kasteel is van iedereen en iedereen heeft zijn kleine belangen. En die kleine zijn grote belangen voor de individu, dat begrijp ik ook. Maar wat de VVD belangrijk vindt, dat er niet nog eens een keer 10 jaar gepraat wordt, maar dat iedereen die zich partij voelt in deze discussie, ook het grotere belang voelt om het kasteel te behouden. En ik denk dat dat gewoon primair het allerbelangrijkste is. En het kasteel behouden betekent ook ontwikkelen. En ontwikkelen, daar zien wij ook gewoon economische ontwikkelingen die heel erg goed zijn voor onze gemeente. En de VVD is wel benieuwd of er nog nieuwe ontwikkelingen zijn van de ontwikkelaar of de projectontwikkelaar met betrekking tot de plannen van het kasteel. Die verder aansluiten op de uitgangspunten zoals ze nu door het college zijn vastgesteld. Want ik meen me te herinneren dat we eerder hebben gelezen dat ze nog niet alle punten zouden willen overnemen. Dus misschien dat de wethouder er iets over kan zeggen. Dan zit ik met een klein puntje. Voorzitter, ja? Ik zou graag willen horen van de heer Vomans. Dankjewel, voorzitter. Ik zou graag van de heer Vomans willen weten of verder toe willen lichten wat hij de laatste zin bedoelde met niet alle punten werden overgenomen. Want die begrijp ik even niet. Meneer Vomans. Nou, ik kan me herinneren, maar dat is wel een tijdje geleden, dat ik ergens toen heb zien staan dat de uitgangspunten zoals die verwoord waren, dat de projectontwikkelaar die nog niet allemaal, tenminste dat heb ik gelezen, anders heb ik me vergist, dan hoor ik het ook graag, maar in ieder geval dat hij niet alles daarin had overgenomen op dit moment. Dus dat was het eigenlijk. Dan heb ik een ander puntje. Ik heb bij het scheiden van de markt, om het zo maar even te zeggen, een mail gekregen van erfgroep van Gemert. Ik weet eigenlijk niet wat ik daar goed mee aandoet, maar ik wil toch even met de raad en met het college delen. Wat ze eigenlijk schrijven is op basis van de gepubliceerde documenten dat er een claim ligt van het erfgoed van Gemert. Ik ben benieuwd of dat inderdaad klopt. En wat ze eigenlijk stellen, en dat is voor mij nu heel moeilijk te beoordelen. Eén, dat ik nog maar een aantal maanden in de raad zit en dit al een traject is wat heel lang doorgaat, maar ik wil het wel in ieder geval genoemd hebben, dat er nu een aantal dingen besloten worden die afwijken van de besluiten in de periode van 2012-2016. Ik kan dat zo niet beoordelen. Ik begrijp ook dat alle fractievoorzitters deze mail gehad hebben. En ik wil het gewoon toch wel even benoemd hebben, want we gaan nu vaststellen dat de uitgangspunten die genoemd zijn, dat het ook zoiets is wat de raad heeft besloten. En dan kan ik dit niet rijmen als daarin staat, er worden besluiten genomen die afwijken van eerdere besluiten. Ik wil het in ieder geval genoemd hebben, ik kan er verder niks mee, maar ik wil het toch hier even in de raad neerleggen. Dat was hem. Dank u wel.